Nou, ik sta hier met Game Limited. Jongens, jullie hebben net echt een nieuw Cool Collective gespeeld. Psychos, ik zou je wat meer kunnen zeggen over de wedstrijd? Want ja, nieuw Cool Collective, dat is natuurlijk wel een bekend team. Maar jullie waren als top 3 geseed. Ja, we zijn een vrij nieuw team. We hebben deze mannen 2 weken geleden bij en die andere is pas 1 week bij. En ja, Crossfire, dat was onze keuze. Ja, we hadden hem eigenlijk wel af moeten maken. We hebben 2 rondes wel, 2-3 rondes dom weggegeven. Maar ja, dat is gewoon ja, nieuwigheid in het team. En City wist dat we underdog waren. Defense ging heel goed, maar aanval kwamen we er gewoon niet genoeg doorheen. En ja, Crossfire 11-13 en City 10-13. Heel close en ja, heel jammer. Ja, op een gegeven moment stonden jullie in overtime zo voor. Dus we denken, nou, jullie pakken de zege en dan gaat het toch nog slecht. Zaten jullie in een dip? Zaten we tegen elkaar te schreeuwen? Hoe ging het? Ik denk niet dat we echt in een dip zaten. Het was meer dat op een gegeven moment begonnen hun andere dingen te doen. Ik kon ze niet meer echt, persoonlijk niet meer echt goed inschatten, waardoor ik vaker dood ging. Op momenten dat ik eigenlijk niet had moeten doen. Ik ging een paar rondes dom dood. En ja, dan kom je alweer meteen met 1 man achter te staan. En ja, dan is het voor hen heel makkelijk om nog een kill te pakken. Die ze normaal gesproken dan misschien zo pakken. En dan, ja, dan heb je eigenlijk een ronde al waar je gewoon al ja, heel kansloos in bent. Ja, want ik zag ook een van jullie spelers een beetje als een maniac door de straat heen rennen met zijn wapen. En ja, die werd een paar keer neergeschoten. Is dat een aanvalstactiek? Is dat een ukulele strijder of zo? Hoe? Was dat? Dat was de laatste map. Matthias geweest zijn waarschijnlijk. Ja, hij wist niet echt wat hij moest doen. Nou, hij is natuurlijk ook nieuw, dus hij weet ook niet echt welk waar het gat is wat hij moet invullen. Dus ik denk dat hij gewoon wat dingetjes aan het uitproberen was. En ja, helaas lukte het deze keer niet voor hem. Ja, want ik zie Matthias daar ook staan. Matthias, kom weer voorbij. Dames en heren, dit is Matthias. Ja, jij bent een oude speler van New Cool Collective. Hoe was het nou om tegen jouw team te kunnen spelen? Ja, op zich, ik had wat zonder vuist. Ik wou graag tegen mijn eigen team, mijn ex-team goed spelen. Maar ja, eerste map speel ik wel goed, tweede map weet niet. Lukte niet. Hun scope speelde erg goed en pakte me altijd voor dat ik maar iets kon doen. Maar ik vond het op zich wel tof om tegen mijn oude team te spelen. Ja, want jullie twee zijn natuurlijk de nieuwe spelers bij het oude Noorspang, dat nu Game Limited heet. Hoe ervaar je het team nu? Want het is een heel nieuwe omgeving waar jullie in bevinden. Voelen jullie thuis? Oh, ik vind het team wel tof, ja. Ja, ik was in joint vlak voor FOM, dus we hebben nog niet echt veel aan teamplay kunnen doen. Maar ik vind het hier echt leuk met hun. En ik denk dat we nog heel lang samen kunnen gaan verder. En nog lands winnen, hopelijk. Ja, en jij? Heb jij nog misschien dingen wat je denkt van nou, ik ben beter of ik ben helemaal blij? Heb je die Peppy? Qua sfeer? Ja, ik ken de meeste van de jongens ken ik al sinds Call of Duty 2. Ik ken Mark al, denk zo'n 4 jaar gewoon echt als vriend. Dat was het. Ik zat in het team toen en hij, jij hing er gewoon bij. Je was een vriend van het team, zeg maar, zo heb ik hem leren kennen. Nooit gedacht dat ik nog ooit met hem samen zou spelen. Maar ja. En ja, Danal speelt onder Desnol, ken ik ook al die neger. De 5 neger. Jaar. De neger. Ken ik ook al 5 jaar, dus ik, ja, ik, toen ik vroeg van kan ik misschien een keertje meespelen, ik vond het gewoon een hele aardige, leuke sfeer, aardige jongens. Dus, leuk mee om te gaan, perfect team eigenlijk. En welke landpowers gaan jullie in de toekomst nog meer af? Ik heb geen idee. De reality waarschijnlijk niet, want dat is te vlug en ik heb school. Ik weet niet, misschien een van de grotere lands, misschien een nieuwe Crossfire Challenge. Misschien de nieuwe Fatlan, we zullen wel zien, ja. Nog niet zeker. Ja. Maar het is echt alleen Nederland, eigenlijk de Benelux Challenge. Zijn jullie ook van plan om naar Dreamhack te gaan, de A-series? Nou, we zijn met het team, ons eerste land was de reality, daarna de party en we hebben nog 1 keer EPS finals gehad en we willen nog steeds een keer naar inderdaad een grote EU-land, maar daarvoor hadden we eerst een team nodig. Daarvoor waren we al heel lang mee bezig met Noorspang om een multigaming clan te vinden, die hebben we nu gevonden. En hopelijk kunnen we inderdaad een keer een EU-land meepakken, want we worden door de community volgens mij nog steeds gezien als een klein team, terwijl we de meeste teams die naam hebben, die maken we het heel lastig en daar winnen we meestal ook wel van op zich. Empty. Na de match, mijn hele hart stond te bonken. Ik,
Te bonken, ik hoop er niet te bonken van het dat bonken. Of, Zullen we dit niet vertellen aan... Oh, jij bent een vraagje. Ja. Oké. Nieuwe leden in het team is altijd een lul. Hij begroeide er dan eentje vlak na hem is gekomen. De ontgroening. Oké. Hebben jullie nog shout-outs naar Game Limited, naar sponsoren, naar mensen, vrienden, vriendinnen? Ja, ik wil ten eerste wil ik even oom James bedanken voor de PC die hij voor me heeft meegenomen. Ook al is eigenlijk een kut ding, maar het lukt redelijk om hem mee te spelen. Dus verder wil ik nog Lars en Thijs bedanken dat ze me gisteren hebben opgehaald toen ik in de kou buiten omdat ik verkeerd was gereden. En shout-out naar oom James ook, omdat ik mocht hem niet echt van andere lens, maar blijf ik best wel een oké gozer te zijn. Ik denk dat ik het wel met hem kan opschieten. En gewoon al onze sponsors. Ik denk dat is nieuw voor ons, dus al onze sponsors ook maar een shout-out, hè. Ja, ik wil de boys van Drix Gaming, die eigenlijk het hele land ons hebben gesupport, achter ons hebben gestaan. Gewoon ons gewoon heel vriendelijk, eigenlijk nieuw team dat ik wel... Echt wel waarderen. Wil ik heel erg bedanken voor hun support. Natuurlijk Game Limited. Ik wil Patrick Lomme heel erg bedanken. Een goede vriend van mij die altijd achter me staat in emotionele lastige tijden. Ik wil Roel Kuipers bedanken. Ook een goede vriend van mij. En natuurlijk Leo Lomme, de vader van Patrick Lomme. Dan hebben we altijd een set gehad. Heb jij nog iets toe te voegen? Ja, ik wil graag... alle boys van mijn team bedanken. Nee, hoeft niet, man. Voor een goede land, een goede teamsfeer. Ik wil Game Limited bedanken, al hun sponsors. Ik wil een paar Thijs. Maat. Thijs. Nee, jongen. Thijs is opgehaald. Paul heeft de manager van Mystique Gaming heeft me komen ophalen. Ook heel leuk. Okay. En ik heb ook een paar vrienden van mijn PS3 team. Altijd dankzij hun ben ik in de PC's in geraakt. NCC, want hun hebben mijn naam eigenlijk gemaakt in de PC en scene en ik hoop dat ze nog heel ver kunnen geraken.